Estonia. Het is 1-0 voor Kroatië. Patrick Kardis. Een dol dwaze wedstrijd. Nou, dat is wel elk jaar tegen hun. Je ziet vorig jaar eerste wedstrijd, winnen met 2-1. Thuis eerste helft, vorig jaar 2-0 voor, binnen een kwartier. Daar geeft het uit handen. Nou, precies weer hetzelfde. Ik kom de eerste 25 minuten, gooi speel gewoon goed. Komt voorsprong, geef lullige goals weg. Dan heb je eigenlijk achter de feit aan. Ik dacht te zien dat het af en toe wel fout ging in de verdediging. Miscommunicatie, daar kwam het toch wel doelpunt uit. Ja. Ik kan iemand wel de schuld geven, maar ik moet dus naar jezelf kijken. Ja. Ik ga niet iemand de schuld geven, maar... Het begint wel van voor goed staan, als achter voor niet goed staat, dan gaat achterin achter de feiten lopen. Dus ik kan niet met schuld geven.